Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe energie-update. De energie-update van 15 tot en met 21 april. Nu neem ik ook even een klein beetje de reading mee, of de energie mee van 22 april. Dat is een engelenpoortdag, maar dit is toch wel een speciale dag. Er zal aankomende week ook een video van online komen. Dan zal ik jullie meer op de hoogte gaan brengen wat die engelenpoortdag dan met zich meebrengt. Maar die energie zal dus eind van deze energieweek dus wel al voelbaar kunnen zijn. Vandaar dus dat ik het wel even al aangeef. Hou dus van de week ook even de engelenpoort energie update in het vizier. Want dat zal extra toegevoegde waarde kunnen bieden aan je. Maar goed, we gaan gewoon lekker beginnen. We gaan gewoon vandaag kijken wat er naar voren mag komen. Nu is het zo dat het misschien afgelopen week best wel onrustig is geweest voor jou. Want ik voel best wel wat onrust in het collectief veld. Maar we gaan kijken wat daarin naar voren mag komen. Ik heb de engelentherapiekaarten klaar mogen leggen. En ik heb, hoe heet dat deck toch ook? Even kijken of ik het doosje kan vinden. En de Divine Animal Oracles. Dus Oracle, hoe noem je het? Ik spreek het Nederlands en Engels tegelijk uit. Die heb ik klaar mogen leggen voor deze reading. Dus ik vind het een aparte combi. Die heb ik nog niet heel vaak, vaker zo samen mogen gebruiken. Dus we gaan gewoon gelijk van start. Dan gaan we kijken wat er naar voren mag komen. We krijgen de basischakra. Nou, dat is wel bizar, want daar heb ik het natuurlijk de afgelopen weken al veel vaker over gehad. Goed blijven gronden, goed je weten te verankeren in moeder aarde. Kies alleen voor positieve gedachten om je huis, je carrière en je financiële toestand te beschrijven. Want je woorden zullen het uiteindelijke effect bepalen. En dat is precies waar ik de afgelopen week over heb gehad. Dat negatieve uitzendingen, woorden, gedachten het verkeerde ook naar je toe kunnen trekken of bij anderen kunnen projecteren. Dus positief zal alleen maar in de betere zin neergezet kunnen worden als je daar ook bewust van bent. En dit dus ook met bewustheid gaat doen. En we hebben aartsengel Raphaël. De engelen met helende kracht is bij je, terwijl hij je genezingswerk ondersteunt. Heel mooi. Nou, zullen we eens even kijken wat deze nog willen overbrengen. Oh, nou. Die vliegen er met volle kracht al uit. We hebben de wolf. Authenticiteit. En we hebben de raven. Nieuws. De raven zijn natuurlijk ook wel de spirituele animals tussen het hier en het aardse. Hè? Of tussen het aardse en het spirituele. Of het universele, hoe jij het ook wil noemen. Dus daar hangt ook een heleboel in samen. Dat het de komende tijd nog meer naar voren gaat komen. En bij de wolf is het ook wel zo dat je mag ontdekken wie jij eigenlijk werkelijk zelf bent. Hè? Die authenticiteit. Wat brengt jouw ziel hier op aarde met zich mee? Ga je dit leren ontdekken? Resoneer je op dit moment met de trillingsfrequentie waar jij je eigen op mag bevinden? Allemaal van die aspecten wat nu naar voren gaat komen. Maar ook het stukje angst kan in zicht gaan komen. En de ontkoppeling daarvan. Nu kunnen we, want het is natuurlijk ook een dier die jij niet in de ogen aan zou willen kijken als je er tegenover staat. Dit kan ook met zich meebrengen dat er dus onbewust ook weer een angst naar boven gaat komen. Maar angst is natuurlijk ook een negatief aspect in jouw trillingsenergie. En dat mag je dus om gaan buigen. Dat je in mag gaan zien van oké, waarom treedt dit bijvoorbeeld op in een bepaalde situatie of een moment waar jij de komende week mee te maken gaat krijgen. En dan zul je ook merken van oké, dit is nu aan de orde, ik kan hier iets mee. Leg ook vooral verbinding met jouw innerlijke stem en met jouw gidsen, jouw engelen. Waardoor jij zult merken
hoe het eigenlijk mag gaan lopen. Of hoe het pad eigenlijk mag gaan ontwikkelen. Nu zien we hier, de raven zijn natuurlijk heel erg donker. Hè? Nu zien we hier die duisternis die opgelicht wordt. Of die tunnel eigenlijk. Of die hoe kun je de, hoe noem je dat er ook weer? Ik kom niet uit mijn woorden. Lang leven, Mercurius retrograde. Maar het gaat erom dat het naar buiten mag komen. Die angst mag naar buiten gaan. Die mag je ontkoppelen. En dan zul je merken, ik zit niet vast. Ik mag hier uitstappen. Ik heb die verlichting. En als je het licht erop gaat schijnen in de positieve zin, zal de helende krachten van aartsengel Raphaël ook jouw genezingswerk ondersteunen. Als jij maar jouw ware ik gaat ontdekken en ontplooien. Want dat is dus de komende tijd ook door middel van de Mercurius retrograde. Dat hier wat stagnatie in kan zijn. Hè? Maar ook wat inzichten gaat brengen. Mercurius is natuurlijk de planeet ook van het denken. Maar ook van de communicatie. Hier kan wat stagnatie in komen. Maar die retrograde geeft ook een ruimte om de energie wat te vertragen. Om beter een beeld te gaan krijgen wat nu werkelijk bij jou misschien in jouw systeem nog actief is. Wat er niet meer hoeft te zijn. Wat blokkeert om jouw ware zelf te kunnen zijn. Er wordt licht opgeschenen. En dan zal het voor jou ook helder gaan worden. Communicatiekaart, hè? De 8 van staven. Met de hierofant. Nou, dat is een hele mooie toelichting eigenlijk wat ik al wil zeggen. Blijf het vertrouwen houden dat er meer is als waar wij zicht op hebben. En dat het niet tastbaar altijd hoeft te zijn in het aardse facet. Maar dat de communicatie en de boodschappen die je ontvangt wel zuiver en puur zijn. Dat je hier niet meer in een bepaalde verdedigingsmechanisme in hoeft te zitten van oké, kan ik het vertrouwen? Wat mag ik je mee? De boodschappen die doorkomen zullen jou inspireren om het ook toe te laten. Om er meer ervaren in te gaan worden dat dit nu werkelijk ook erbij hoort. En die stukjes weerstand, hè, dat kan altijd optreden. Dat kan ook door een stukje angst zijn wat weer even naar de oppervlakte komt. En dat is niet erg. Dan hoef je ook je eigen helemaal niet voor omlaag te halen. Want dat heeft iedereen in dit hele proces. Dat blijft gewoon. Dat is een onderdeel van ons mens zijn. En dat zal ook gewoon zo blijven. Maar de succeskaart komt erbij. Je gaat stappen vooruit maken. Je zult die overwinning ook kunnen behalen. Die overwinning op dat angststuk. Maar het is er wel van belang dat je eraan blijft werken. Want als jij één proces dadelijk doorwandeld hebt of doorlopen hebt en afgerond hebt, wat gekoppeld zit aan een element uit een pijnstuk of een ervaring of een situatie wat jij, wat jou iets heeft gedaan. Een situatie waarbij jij, zullen we het even op negatieve ervaring houden? En dat kan in een hele brede zin zijn. Hè? Dat kan zijn dat iemand vroeger op school iets zei tegen jou wat op pestgedrag leek, waardoor jij dat in jouw systeem hebt gehouden. En dat kan het zijn dat je slecht behandeld bent door misschien een ouder of door je partner of wat dan ook. Misschien iets op straat waarbij frustratie is gekomen tijdens het rijden in de auto, tijdens het verkeer. Geen idee, hè? Het kunnen hele kleine dingetjes zijn wat nu naar de oppervlakte kan gaan komen, wat je wel al op hebt gelost. Maar dat dus nu weer even de tijd vergt om er weer nieuwe aandacht aan te spenderen. Want je kunt het zo zien als jij een verhuiswagen hebt en die zit helemaal vol met dozen. En je pakt die eerste rij aan met pijnstukjes en dingetjes. Jij ziet nog niet wat daarachter staat. En hoeveel er nog achter staat. Dat ontdek je pas als er wat dozen weg zijn. En je krijgt nieuw zicht op hetgeen wat erachter is. Nu kan het zijn dat er een doos staat die al bijna leeg is. Maar het kan ook zijn dat er een doos in staat die helemaal uitpuilt. Waar je gewoon nog niet doorheen bent gekomen. En dat is wat ik wil weergeven. Soms
heb je zeg maar een doos al behandeld, maar zit er ook nog wat stukjes in een andere doos, omdat dat niet in één doos paste. En die reststukjes, die ga je dus nu dan ook nog aankijken. En dan kun je dat ook ja, verder uitzuiveren. Hè? Want het komt nu pas in zicht, omdat het nu pas de tijd is om er iets mee te doen. Omdat je die voltooiing eerder hebt afgerond op het grotere aspect wat toen nodig was. En nu zijn die restjes wat er nog aan gekoppeld zit. En nu kan het ook zijn hè, dat die restjes weer opkomen zetten, net als onkruid dat er weer gaat groeien. Door welke reden dan ook. Dat kan al zijn door jaloersiteit van een ander. Omdat ze vinden dat jij het zo goed doet. En dat eigenlijk alles jou toekomt in de positieve zin. Terwijl ze niet doorhebben wat jij allemaal hebt moeten verwerken. Om op deze staat van zijn te kunnen komen. En die projecties van een ander en die negatieve energiestroom. Dat kan bij jou ook weer iets teweeg brengen. En dat is dus waar je nu mee aan de slag mag gaan. Dus het kan iets zijn wat bij jou zelf al ligt. Het kan ook een projectie van een ander zijn. Maar alles om jou naar een bepaalde staat van zijn te kunnen brengen. In een bepaalde ja, situatie waarbij jij het leven gaat herontdekken. In de positieve zin wat voor jou belangrijk is. Met de mensen om jou heen die voor jou iets kunnen betekenen. Waar jij een fijn gevoel bij hebt. En de stukken loslaten wat niet meer bij jou compatible is. Wat gewoon niet meer bij jou hoort. Wat ervoor zorgt. De mensen die, die eigenlijk jou in jouw energiestroom stagneren. Of de situaties die daaraan gekoppeld zitten. Die zul jij gaan ontkoppelen. En, maar ik zie hier eigenlijk heel veel positiviteit in de kaarten terug. Waarbij jij dus al heel veel stappen gezet hebt. Wat nu ook in zicht gaat komen. We hebben natuurlijk best wel een intensiteit eind van 2023 al gehad. En in de start van 2024. Nu zijn we natuurlijk in het tweede kwartaal. Maar het eerste kwartaal van 2024 kan voor heel veel mensen intens zijn geweest. Maar je hebt zo hard toen de tijd al gewerkt. Dat je toen zoiets had van nou ik wil een bepaalde bevestiging. Of ik wil dat het nu ook in zicht komt van de beloning daarvan. Maar dat liet nog even op zich wachten. Maar dat komt nu in zicht. En dat komt omdat jij steeds meer in harmonie gaat komen met jouw ware zelf. En daarom ligt hier ook de twee van bekers. De harmonie, maar ook een stukje partnerschap met jouw hogere zelf. Dus de verbinding met jouw intuïtieve ontwikkeling, jouw innerlijke stem, jouw onderbuikgevoel, hoe jij het ook een naampje wil geven. Voor sommigen kan het zijn de partnerschap in verbinding met jouw gidsen of jouw engelen, waardoor jij zult zien van oké, ik kan die balans in een andere frequentie neerzetten als waar ik altijd in heb gezeten. En dat zal er ook voor zorgen dat jij die upgrade gaat krijgen waar ik het al vaker over heb gehad. Alleen je moet er wel aan blijven werken. Want als jij er niets mee doet, zul jij die stappen ook niet vooruit kunnen zetten. Dus alleen die positiviteit zal verder voortgezet kunnen gaan worden. Als je ook de schouders eronder gaat zetten om er iets mee te gaan doen. Maar goed, laten we eens even met een ander kaartendek kijken wat ik hier aan toe mag voegen. Ze vliegen echt alle kanten uit. We krijgen de gehangene. Dat geeft eigenlijk aan dat je het vanuit een ander perspectief of een nieuw perspectief ook gaat zien. Dat bepaalde elementen waar jij op hebt gewacht, een beetje die pauzestand, op dat moment nodig was om die diepgang uit te zuiveren. En nu is het dus de tijd om iets ook weer los te laten. En dat stukje loslaten is er ook in het stukje van negatieve gedachten, negatieve energie wat naar jou geprojecteerd wordt. En dat kan met die jaloositeit van een ander te maken hebben. Maar ik ga hier nog eens even wat kaarten bij nemen. Wat mag ik hier nog op
aanvullen. Oké. Keuzemogelijkheden, een bepaalde reflectie wat er plaats gaat vinden, het oude jasje loslaten en dus ook naar die vernieuwing gaan, een stukje 2 van bekers wat daarin meegenomen wordt. We krijgen de 4 van bekers erbij. Je zit nog een beetje in, sommigen kunnen nog een verwerking hebben op emotioneel vlak. Wat gekoppeld is aan een recentelijke pijnstuk of ja, een situatie waar je uit bent gestapt. Waar je nog voelt van ik mag hier nog iets dieper in loslaten. Onderkant daar krijgen we weer de 2 van bekers. Wat voor sommigen kan gelden dat je misschien in de verbinding zat met een valse twin flame of een valse soulmate. Hoeft totaal niet met iedereen te resoneren. Maar dit kan wel het geval zijn en dat door jij nu een bepaalde proces aan het doorlopen bent, heb je inzichten gekregen. Ben jij naar die vernieuwing gegaan, maar kom jij zelf in een staat van union met jezelf, omdat jij een levensles, een belangrijke levensles, geleerd hebt. Al brengt dit nog wel wat weerstand met zich mee, wat ook nog op emotioneel vlak ja, toch nog doorbroken mag worden, kan het er wel voor zorgen dat jij de uitdaging aangaat. Het is wel een uitdaging die jij door mag pakken. Want er gaat heel veel helderheid komen over een eerdere verbinding. Dus dit stukje, wat hier ligt, zal niet met iedereen te maken hebben. Maar dit is ook een stukje dat wellicht als je niet een tweelingziel hebt, wat een valse tweelingziel was of een soulmate, dat je misschien met een persoon te maken had die niet helemaal zuiver was. Misschien ook met narcistische eigenschappen of egoïstische aspecten wat naar jou geprojecteerd werd. Wat jou nog pijn en verdriet doet of heeft gedaan. Waarbij jij nu zoiets hebt van oké, ik ben er klaar mee. Ik ga hier uitstappen. Ik wil dit niet meer. Of ik ben er uitgestapt. Maar dit mag nog aangekeken worden. Dat is een stukje onkruid wat misschien weer even naar de oppervlakte kan komen. Maar als je daar eerlijk mee omgaat, dan zul je ook inzichten krijgen waarom dit weer gebeurt. En dan kun je dit ook uitspreken en dan kun je hier ook helderheid op krijgen voor jou in het aardse stukje. Want alles in het leven gebeurt om een reden. En dat is ook de reden waarbij jij dus ontkoppeling mag doen van bepaalde ballast. Ontkoppeling mag doen van kennis wat niet meer voor jou bestemd is. Waarbij jij jou koers aan het veranderen bent, zodat jij naar die verandering ook toe kan stappen. Ik zag zojuist ook onderkant dek de wereldkaart. Dus er is echt het een en ander aan de hand. Stukje herstel. We krijgen, wat krijgen we allemaal? We krijgen de 4 van staven. Kies jij ervoor dat jij alleen hetgene nog mee gaat nemen met jou qua kennis wat voor jou belangrijk is. Blijf je dus niet vasthouden aan energie wat niet meer voor jou bestemd is. Dan kun je dit ontkoppelen. Dan kun je dus ook op de stroming mee wat voor jou bestemd is qua veiligheid. Maar het is wel van belang bepaalde controles los te gaan laten. En vooral de controles op dat jij de touwtjes strak in handen wil hebben en de regie over hoe jouw pad moet bewandeld worden. Want de regie dien je dus los te laten vanuit die overgave voor het universele stuk. En als je dat los kunt koppelen, dan zul je ook merken van ik kom in een andere staat van zijn. En dat heeft er ook mee te maken met de eraan, dat is wat jij mag leren. Dat is wat jij intuïtief mag gaan voelen, maar ook in combinatie met jouw denkwijze. Stukje objectiviteit die daarin meegenomen kan worden. Want je bevat heel veel intelligentie. En die intelligentie kan jou eigenlijk verder helpen in dit hele proces. Samenwerken met je gidsen. Het kan ook mensen zijn in het aardse stukje natuurlijk. Maar ook het stukje creativiteit die daar weer aan gepaard gaat of aan gekoppeld zit. Want als we dan gaan kijken, krijgen we weer een dubbele, ja, eenzelfde kaart. Hè? Veel zwaarder energie, luchtenergie, waterman, weegschaal of tweeling. Dit kan bij jou in jouw chart zitten, maar het kan ook zijn dat je misschien te maken hebt met een van deze tekens.
De energie waar jij naartoe mag gaan is de vuurenergie. De energie van passie weer voelen. De inspiratie, successen, de snelheid die daaraan gekoppeld zit. Maar ook zeker wel de kracht. De kracht om dit op te pakken. De kracht om de positiviteit in te gaan zien. En nieuwe vooruitgangen te boeken. Jouw ware identiteit te ontwikkelen. En dit ook in het aardse stukje uit durft te stralen. Want ik voel nog wel een bepaald muurtje. Waarvan ik voel van oké, wat zullen anderen wel niet denken? Of wat zullen anderen ervan vinden? Die vraag hoef je je eigen niet te stellen. Want het gaat erom, wat vind ik ervan? Hoe voel ik me eigen hierbij? Want jij staat op nummer 1. En de anderen die er iets van vinden, die zitten nog niet in een staat waar jij in mag zitten. Want de mensen die er wat van vinden, dat zijn mensen vaak van een lagere trillingsenergie. Misschien wel de 3 of 4D-energie, het stukje egoïsme wat daar nog aan gekoppeld zit. Wat hier ook in die reflectie naar voren komt. Hè? Het stukje jaloositeit. En daar mag je je eigen van ontkoppelen. En dan zul je ook merken dat er een hele andere vooruitgang plaats gaat vinden in jouw energieveld. En dat is dus wat de komende week ook met zich mee gaat brengen. Dus ik laat voor nu deze reading hierbij. Het is een iets korter bericht dan dat je misschien van mij gewend bent. Maar ik voel wel dat dit nu de basis is voor jou waar je al op voort kunt beduren voor deze week. En als dan de week van de week de video online gaat komen met de Engelenpoort-energie, dan zal dit op dat moment weer nieuwe inzichten gaan geven wat jij nodig hebt om te mogen ontvangen. Dus lieve ziel, mocht dit aanvoelen als jouw reading, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Ben je nog niet geabonneerd, lijkt het me hartstikke leuk als je bij de spirituele familie gaat komen. Dit is geheel gratis. Plus daarbij pik ik ook jouw energie dan eerder op als ik afstem op mijn kanaal. En dan wens ik jullie een mooie week toe en tot een volgende video. Doei doei!